ik heb mijn koffie alweer reeds op. Ik had er een beker vol, ja. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn koffie alweer reeds op. Ik had er een beker vol, ja. Dus die heb ik reeds weer op. En, Oké, nou, er wordt wat in mijn mandje van mijn rollator gedaan. Dat wordt voor Rijka. Nou, prima. Allemaal leuk en aardig. Wij gaan zo meteen weer naar huis toe. Ik doe de GoPro weer aan, want hoe ik loop weet ik niet. Ik zou langs de gracht, maar... Ik weet het nou nog niet. Ik heb het nou uitgerust, dus ik kan nog even wat verder lopen, ja. En ik doe mijn loopweb weer aan en dan komt dat er ook weer bij, ja. Oh. Dat is alleen maar goed voor mij, voor zowel voor mijn lijn en ja, mijn eigen zelf over te troeven, hè? Hoe noem je dat? Zo, de loopweb die staat weer aan. Ik hoef hem alleen nog maar zo meteen. Oh. Op dat groene pijltje te drukken en dan is het klaar. Dus ja, en jullie moeten nog in de tas. Ja, ja, dat moet ik ook nog doen. Ja. Oh, dus een kleuver. Hè, wie? Een bordje gepakt en wat doe je? Ja. Ik zie niet. Bordje van Bibi gepakt. Rijka die heeft een bordje van Bibi gepikt. Nou ja, krijgt u straks wel weer terug. De koude met de tandjes. Ja, daarom. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot thuis. Doei! Thank you.
Ja, lieve vrienden, mijn kamer is dat nog niet helemaal zoals het wezen moet, maar ik kan er ook niks aan doen. Zo'n beetje dan. Maar in ieder geval, we zijn weer thuis. Alleen, één ding. Mijn bek af, pijn in mijn rug, mijn benen vallen eerlijk gezegd mee, maar mijn lumbago, oftewel mijn onderrug, doet heel erg veel pijn. Ja. Dus ja, hoe laat leven we eigenlijk? Dat weet ik niet eens. Ik zal even kijken. 13 minuten over 5. Oké, nou, we zijn nog ook weer langs de gracht geweest. Want zij begon in de stad een plasje te doen. Nou ja, het is maar een plasje, draag wel weer op. Maar voor de rest, en ook nog netjes bij een put, hè? Hoe is het mogelijk? Ja. Maar ik weet niet hoe ver de CoPro het heeft gedaan, want hij deed het op een gegeven moment niet meer. Dat ik hem eigenlijk uit wou zetten, deed hij niet meer. Maar ik denk, oké, dat moet ik dus nog bekijken, hoe en wat. Maar ja, we hebben ook flink wat gelopen en we zijn op visite geweest. Ja, dat weten jullie ook, ik had jullie lekker gezellig mee. Ik ga even naar de wandel-app toe, kijken hoe we dat even kunnen bekijken. Naar geschiedenis, en dan moet ik twee keer kijken. Allebei, één keer was 1 kilometer 96, dus bijna 2. En nu, dat stukje van de visite vandaan naar hier naartoe, is 1,50. Dus ja. Ja. Hoe doen we dat? Ik weet niet. Ik moet even rekenen. Ik moet even een envelop hebben, kun je daarop uitrekenen. Een pen die het hopelijk doet. Beter die. Die doet het, dat weet ik. Even een pen gaan we uitrekenen. Even. Eerst was het 1,96. Toen 1,50. Nou, 6 plus 0 blijft 6. Even een streepje eronder. 9 plus 1 is 10, plus 4 is 14, ja, 9 plus 5 is dan. Is 14, 4 op 5, 1 bewaren. Gaat naar die bovenste, wordt er 2. Meer dan 3 kilometer heb ik eigenlijk in principe gelopen. 3,46. Bijna 3,5 kilometer. En ik heb maar eventjes gezeten, één bok koffie. Ik had mijn jas aangelaten en ik ben weer gegaan. Dus ja, ik vind het knap hoor, voor mezelf. Enkel ja, helaas pindakaas. Ja. Als ik nou niet mee had gegaan, dan had ik ook veel verder gelopen nog. Dus ja, en dan had ik mijn eigen record gebroken. Heb ik nou niet kunnen doen, omdat ik mee op visite ben gegaan. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Nee. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Als ik het zo optel. Eigenlijk vannacht heb ik ook gelopen hoor. Maar dat was vannacht, voordat ik ging naar bed ging. Maar het was al na 12. Het was 0,64. Nou ja, als je dat er nog eens een keer bij gaat doen, 0,64. Maar ja, dat mag je niet bijrekenen hè, eigenlijk. Dat zit te lange tussentijdpauze zit daarin. Maar als ik dat er wel bij doe, nou 6 en 4 is 10, dus 0 opschrijven, 1 bewaren. 6 en 5 is 11, dan kom je weer op 1,10 uit. Nou ja, dat mag eigenlijk, nee, dat vind ik niet behoren. 1,10, ik bedoel, dan kom je op 4,10 uit. Nou, dat vind ik, nee, dat mag niet. Maar deze twee, ja, vind ik van wel, want ik had wel doorgelopen, ja. Maar oké, gedane zaken nemen geen keer, de volgende keer beter. En ja, dan hoop ik toch dat ik het wel kan doen, hè. Ja, echt wel. Nou, dan kunnen we dit afsluiten. Hup, 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 zo. En dan ga ik aan een bakje koffie en ik heb nou gewoon een kopje. Daar ga ik koffie in doen. Dat andere was een beker. Nou, je hebt gelijk zo'n hele bel. En het bleef ook er kokend heet in. Dat vond ik gewoon niet leuk. Ik denk, nou, moet maar. Ik had eigenlijk eerder weg gewild. En dan krijg je ook nog wat mee. En dan denk ik, wat heb ik daaraan? Ik zal het jullie laten zien.
Ja, denk je, wat heb ik daaraan? Ik heb genoeg, ja. Buiten die drinkersbak, die is kapot. Die van Frodo. Ik hoop niet uit. Maar ja, ik kreeg van Ruud. De camera die staat niet goed. Dus nemen we die even weer mee terug. Moet toch kalk gemaakt worden. Maar wat moet ik ermee? Jongen, nog een keer. Een bak. Ik weet niet wat ik ermee moet, weet je. Ik heb Broeke Straal. Ja, en dan gaf hij dit nog mee. Alsof ik dat bij zo'n beestje om ga doen. Ik heb er zelf een. Die had Frodo ook. Maar dat ga ik niet doen hoor. Dat is niet nodig bij haar. Nee, de ene hond of de andere hond. Ja, dan piept het niet zo en dan blaft het niet zo. Ja, dat doet zij ook niet. Want anders had hij hiernaast wel problemen mee gehad. Maar ja, iemand die wel problemen heeft met zijn of haar hondje. Nou ja, het is trouwens nog een nieuwe, zie ik. Ja, sprint en nieuw. Ja, zei die ook. Hij had hem ook nog niet gebruikt, want zijn hondje was... Die hem eigenlijk om moest hebben, die was overleden. En daarvoor had hij hem gekocht. Er zit zeker geloof ik een draai in als ik het zo bekijk. Ik ga even kijken hoe dat werkt hier ook. Die moet los. Wat zit dat raar? Oh jee. Ja, er zit een draai in, geloof ik. Ik weet het even zo niet. Het hoort zo, geloof ik. Nou, dat hebben ze toch raar gemaakt? Er zit een draai in. Ja, echt, er zit een draai in dat bandje, wat niet behoort naar mijn idee. Nou, heel raar. Hoe zit dit? Oh, dat is klittenband. Oh, kijk. Wacht eens even. Nou zit het wel goed. Zo behoort het. Hij, Ruud, die had het niet goed gedaan. Kijk, zo behoort het. En dan zat er hier zat er een draai in. Dat zat zo. Nou ja, dat behoort niet. Hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, weet ik ook niet. Maar er hoeft geen draai in te zitten. Nee, helemaal niet nodig. Dat moet dan daar weer in. Ja. En dat moet dan weer daar al in. Dat komt dan. Moet je wel willen. Zo. En dan trek je dat aan. Want weg te gaan hoe strak dat snuitje is. Er zit er helemaal geen draai in. Een draai erin, dat gaat zeer doen. Dat voelt zo'n beetje. Nou, maar waarom moet dat dan? Dat vat ik niet. Dat is nergens voor nodig, jongens. Kom op. Zij blaft al niet eens. Ik zie het al doen bij de. Nee hoor, dat wil ik niet. Ik hij doet het ook gewoon lup in mijn handen. Ik zeg, wat weet ik eraan? Als ik heb... Ja! En buiten staat die waterbak dan wel, maar ja, er zit een scheurtje aan de buitenkant, maar dat is niet aan de binnenkant. Zolang ik ruim het op, ja, niet wegdoen, gewoon opruimen in de kast. En dan nog niet verder stuk gaan, dan heb ik weer een reserve erin. Ja toch? Ja, vind ik ook. Maar doe ik nou niet, want ik heb pijn in mijn rug. Ik ga het nou niet doen. Ik ga nou een bakje koffie maken en ik ga even televisie kijken en ik ga... Een vlog in elkaar zetten en ik ga voor de dieren zorgen en ik ga voor mezelf zorgen. Want ook eten moet er gedaan worden. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie nog gaan doen vandaag. Voor straks ook smakelijk eten. Bon appetit. En net als je er een drankje erbij doet, zeg ik altijd prutjes. Dat betekent proost, zeggen wij prutjes tegen.
Nou, en ik heb altijd koffie bij me staan bij mijn eten en een wijntje. En ga ik bidden, dat doe ik altijd. En dan is het smakelijk eten, bon appetit en prutjes. En dan gelijk een slokje wijn en dan ga ik eten. Ja, zo doe ik dat altijd. Vind ik leuk, vind ik, ja, die zelf smakelijk eten wensen mag best, ja. En dat mijn man nog leefde, deed ik het ook altijd. En toen had ik, dronk ik geen wijntje erbij, maar ik had er wel een zakje erbij, of water erbij, of koffie erbij, of wat dan ook. Mijn man die dronk niet erbij, nee. En dat was ook niet iemand die drank dronk, nee. Ik heb hem 2 keer in het leven dat hij bij mij was, 1 slokje bier zien drinken, 2 maal. Dus dat is 2 slokjes bier. Toen gaf hij de bier aan mij, want hoe was het? Nou ja, oké, het is maar wat je lekker vindt, ja. Ik lust het wel, enkel met mate, want word je dronken, dan gaat er een heleboel dingen kapot, vind ik. Ja, ik ben door iemand, ik noem geen namen, maar Karen en ik, samen, allebei, zijn we zwaar mishandeld geweest in 2015, 14. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet eens meer, kun je nagaan. Hoeft ook niet. Nee, niet 2000, ja dat. Jongens! Ik weet het echt niet meer. 2016 was het volgens mij. Ja, 2016 geloof ik. Toen zijn we zwaar mishandeld geweest, zodanig dat we in het ziekenhuis terechtkwamen, zodanig dat ik in een... coma lag, want ik heb, ik weet helemaal niks dan enkel van horen en zeggen. Ik heb aan een machinepomp gelegen en al. Ja, en dat was ook door de alcohol. Ja, dus alcohol maakt meer stuk dan heel, ja. Dus ik zeg altijd, wil je wat drinken? Doe het voorzichtig aan. Doe het met mate, wees lief voor elkaar. Ga niet met elkaar op de vuist, maar geef elkaar de hand. Ja. En voor nu, ik zou zeggen, geniet van alles, wat jullie maar willen, maar hou van elkaar. Ja, maak geen ruzie. Niet doen, is het niet goed voor je gezondheid ook? Nee. Ik zou zeggen, tot de volgende ronde, of dat nou vanavond nog is, denk van niet. Nee, ik wil andere dingen doen vanavond. Dus ik zou zeggen, welterusten, voor later. Lekker slapen en gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!